bij mij in de studio Chris en Koen van Clouseau. Dag Koen, dag Chris. Hey, oh, maar ik vind het zo grappig. Daarnet, ik zag de spanning op het gezicht van Koen voor de match. Ja, echt hè? Voor het optreden niet. Maar voor de match wel. Maar, hey, maar meen je dat, ja? Ja, dat meen ik zeker. Maar ja, joh, ik zag aan je gezicht van, je bent echt, je bent zo'n beetje van, hè? Nee, niet waar. Maar gewoon, heb jij die Duitsers gezien tegen Portugal? Dus de Belgen moeten gewoon de poelen winnen, want anders, als we tweede worden en we ontmoeten de Duitsers, dan is het misschien over en out. Dus de spanning stijgt, ja. Ja, meer dan voordien. Jij ook, Chris, heb jij meer spanning voor het optreden straks? Nee, hoegenaamd niet. We hebben gesoundcheckt en dat ziet er allemaal heel leuk uit. Dus dat optreden wordt fun. Dat is gewoon, is ook maar kleine 12 minuten. Dus, want ze beginnen terug te spelen in Brazilië. Dat kunnen we echt niet tegenhouden. Nou, dat is waar. Ja, nee, die wedstrijd is toch wel. Ik bedoel, ik zeg net nog tegen Koen, we kijken hier naar het stadion. Al die mensen die binnenkomen, verkleed. Fantastisch, hè? Met de juiste kleuren en zo. En ik denk, goh man, ik hoop maar dat hij die match winnen vanaf. Anders gaan we. Wilt u even in dat we in de rust moeten spelen? We staan 0-2 achter of zo. Dat zou wel een kleine profetation zijn. Geen goed, echt geen goed idee. Echt niet. Maar wat, even zo, ja, de vraag is natuurlijk, wat vinden jullie van de tegenpartij, wat weet je iets over de tegenpartij, de Algerijnen? Is dat een ploeg dat je zegt van ja, maar dit of dat oppassen? Of? Nee, ik weet wat ik erover lees in de krant, want verder wist ik er niks over. Dus ja, oppassen sowieso, oppassen, maar intrinsiek hebben we meer talent. Maar het moet wel allemaal een beetje willen meevallen tijdens zo'n wedstrijd, hè? Ja, absoluut. Ja. We moeten een klein beetje het geluk aan uw zijde hebben en ook willen we het geluk afdwingen. Ja. Maar ah ja, ik geloof er wel in, hè? Ah ja, ik zie Fellaini scoren met de kop en Van Buiten scoren met de kop. En Hazard ook nog een 3-0 zou me wel aanstaan. Chris, zou je ook aanstaan 3-0? Ja, 3-0. Dan moeten we, allee, in principe tegen Algerije, laten we zeggen, als het 1-0 is, zijn we wel lang content. Maar het zou fijn zijn als je ziet hoe bijvoorbeeld Nederland Spanje echt werkelijk afdroogt. Het zou wel fijn zijn om een droom, het enthousiasme nog iets groter. Ik vind dat het enthousiasme wel laag is, precies. misschien zo'n nipte 1-0 overwinning, dat we de punten binnenhalen, maar toch terug met de voeten op de grond komen van oké, het gaat elke keer wel heel moeilijk zijn. Dat zou misschien best zijn voor het vervolg van de eerste ronde. Niet slecht, inderdaad. Wat gaan jullie spelen, Chris? Wat gaan jullie spelen straks? Jullie gaan de halftime show van deze event in de Gelamco Arena in Gent spelen. Live muziek, wat gaan jullie spelen? Wij gaan 3 liedjes spelen. Oké. Okay. Van Clouseau. Ja, goed idee. En het laatste is En Dans. Okay. En de eerste 2 zijn ook liedjes van Clouseau. Okay. We gaan nog een klein beetje verrassing nog, hè? Ja, natuurlijk. Heel graag. Het is heel kort, voor ons is dat echt heel vreemd. Je kan niks opbouwen of zo. Je moet gewoon direct vanaf het begin erin knallen. Ja, inderdaad. Ja. Okay, we gaan het horen. We zijn er ook live uit tijdens de rust van de match België-Algerije. Zometeen. Trouwens, jullie hebben zelf ook al gescoord. Mini-wereldbeker. Ja, we hebben namelijk een klein itempje hier in de studio. In de Gelamco Arena namelijk de mini-wereldbeker uit een mini-goal gezet. Daar met een bal. En iedereen die zin heeft, mag hij shotten. 10 keer. En de uitslag hebben net, Koen en Chris hebben net geshot. Koen Wouters had 7-10. Ja. En Chris Wouters had ook 7-10. Dus allebei 7-10. Dat was dus voorrecht. Ik dacht dat wel. Ja, nee, dat is natuurlijk gewoon alles voorrecht. Alles, ja, alles. Ik heb wel met een slechte voet getrapt. Maar oké. Okay. Ik heb nog één belangrijke vraag voor jullie, Koen en Chris. Want jullie hadden beloofd, en dat hebben we gisteren op de radio gezegd, dat jullie met een verrassing zouden komen voor de luisteraars. Nu, ik zie dat jullie niks bij hebben of zo. Dus ik heb precies van, wat is de verrassing dan? Aha! De verrassing, ja? Beste Wim, is. Nee, we hebben een nieuwe single uit. Dat hebben de Q-luisteraars zeker al gemerkt op, ja. Q. De laatste keer hebben we een hele leuke videoclip voor opgenomen. Leuk in die zin dat mijn broers is er niet in te zien. Dus dat zat meteen recht in de roos. Ik amper. 2 heel kleine shotjes. Ook een verbetering. Of nee, 3. Ja. Inderdaad. Nee, we hebben gevraagd aan Louis Talpen om de hoofdrol te vertolken. En die heeft ja gezegd. En die heeft dat fenomenaal tof goed gedaan. Het is hij moet zo'n nachtbraker zijn. Hè? Het is de laatste keer en s'nachts aan uitgaan en de nacht die hem verleidt. En de dames ook wel vooral. En dat zie je dan ook in beeld. Enfin, een heel toffe clip is het geworden. En die staat vanaf nu online. Alright. Dus dat is een nieuwigheidje. De première van de nieuwe clip van Clouseau van de laatste keer. Nu op qmusic.be vanaf
nu check it out. Als je niet hier in de Gelamco Arena in Gent bent. Koen en Chris, hartelijk bedankt voor jullie komst naar de studio. Graag. Heel veel, heel goed supporter eerst en vooral. Uiteraard. Waar gaan jullie kijken eigenlijk? We hebben een heel groot probleem, Wim. We hebben een kleedkamer, daar is een televisiescherm. Nee, kleedkamer, nee. Oh, nee. Ja, nee, dat is daarboven, ergens in zo'n loge van de Gelamco. Ah, ja, ja. We hebben ook zicht op het stadion, zoals jij. Okay. Ja, ja. Maar ja, ik denk een kwartiertje of zo voor de rust komt men ons daar weghalen, want dan moeten we onze oortjes... Twee minuten. Twee minuten geraken we niet beneden. Ik wel. Dat is echt een probleem. Dus zouden we moeten de laatste 6-7 minuten van de eerste helft gewoon rustig... We doen dat. We bellen even naar Maarten. Dat komt helemaal in orde. Koen en Chris, tot straks tijdens de halftime show. Bedankt, joh!